Jan-Arie, nog twee finales. Zag ik het dan goed? Ja, twee hele belangrijke wedstrijden voor ons. Ja, we willen graag vierde plek vasthouden. En ja, dan moet je gewoon twee keer winnen, denk ik. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen staat op het programma. Betekent dat extra vuurwerk? Nou, extra weet ik niet. Ik denk dat we dit seizoen al heel vaak vuurwerk hebben geleverd. Dus als we deze zondag weer vuurwerk kunnen leveren, zoals we dat heel veel wedstrijden thuis gedaan hebben, dan zou ik al heel tevreden zijn. Ja, we willen nog één keer vlammen echt in eigen stadion. En ja, daardoor zullen we ook de drie punten kunnen pakken. Gewoon ons eigen spel spelen en vanaf het begin vol erop. En zorgen dat we Goat Eagles geen lucht geven om te laten voetballen. En zelf veel kansen creëren en ook doelpunten maken. Wat verwacht je voor een wedstrijd? Ja, eigenlijk is dat bijna iedere week hetzelfde. Een wedstrijd waarin wij het spel zullen maken. Waarin de tegenstander loert op de ruimte achter onze verdediging. En dus we zullen daar heel goed moeten staan. Ja, de jongens weten natuurlijk ook, er zijn nog twee wedstrijden te gaan. De prijzen worden nu echt verdeeld. Merk je dan ook op trainingen dat het er nu nog steviger aan toe gaat? Ja, ik moet zeggen dat we de afgelopen twee weken, maar zeker ook deze week, heel stevig getraind hebben. En de duels die waren pittig. En dat geeft alleen maar aan dat jongens weten waar het om gaat. Ja, er wordt goed getraind. Ja, iedereen is er zich van bewust dat we nog twee belangrijke wedstrijden hebben. Dus dat zit goed. Komt het ook na de nederlaag tegen Cambuur dat ze daarom zoiets hadden van dit nooit meer? Ja, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk altijd meerdere factoren die daarbij mee kunnen spelen. En wellicht is dat er één van. Ja, je zit dan op de vierde plaats. Dat is een positie waar je vooraf voor zou hebben getekend. Ja, betekent dat ook dat je zeer tevreden bent? Ja, zaken vooraf zijn toch soms ook weer anders dan achteraf natuurlijk. Hè. Als je lang bovenaan staat, we hebben geloof ik 6 weken bovenaan gestaan. Als je in de winterstop nog mede koploper bent en je zou uiteindelijk vierde eindigen, dan ben je misschien wellicht niet tevreden. Hè, omdat er meer ingezeten heeft gaandeweg het seizoen. Alleen als je naar de tweede seizoenhelft kijkt, ja, dan moeten we toch heel tevreden zijn wanneer we uiteindelijk vierde worden. Voorafgaand zeg je van, je raakt Boni kwijt, Van Ginkel kwijt. Er zijn heel veel doelpunten. Callas, dat is een sterkhouder in de verdediging, was dat. Die ben je kwijtgeraakt. Ja, dan ben je nogal wat kwijt. En vooraf wisten we niet wat we daarvoor terug zouden krijgen. Nou, als je dan toch ziet het seizoen zoals we dat gedraaid hebben. Hè, met over het algemeen zeer aanvallend voetbal. Spectaculair, aantrekkelijk voetbal. Mensen hebben daarvan genoten, de meeste wedstrijden. En als je dan uiteindelijk nog vierde eindigt, wat betekent een Europees ticket, dan moet je tevreden zijn, vind ik. Ja, een beetje een dubbel gevoel. Ik denk, eerste seizoen zelf hebben we het heel goed gedaan. En zijn de verwachtingen ook hoger geworden dan de vierde plek. En dat is logisch, omdat we ook daaraan toe waren op dat moment. Dat hebben we niet weten vast te houden. En nu moeten we gewoon zorgen dat we vierde worden. En ga je die laatste wedstrijden in met een fitte selectie? Ja, iedereen is fit. Succes, dankjewel.